We zitten opnieuw krap in onze financiën, maar nog altijd kunnen we blijven bouwen aan een mooie deal. Niet alleen de bedragen voor structurele en incidentele uitgaven bewijzen hun nut, er kan nog veel meer. En niet alles hoeft geld te kosten. Zonder geld ontstaan zelfs vaak de mooiste politieke ideeën. Ik hecht er veel belang aan om hier te schetsen dat de gemeenteraad van Tiel, met alle middelen die ons ten dienste staan, heel wat heeft bereikt voor onze stad de afgelopen jaren. Zo'n constructieve en creatieve insteek is niet elke gemeente gegeven. Een beetje jezelf kietelen af en toe moet kunnen. Een paar opmerkingen uit de fractie. Burgerparticipatie, kanteling en de bestuurlijke vernieuwing. We zijn op weg naar een participatiemaatschappij. Een krimpend aantal inwoners voelt zich nog vertegenwoordigd door de politiek. En mevrouw Sonneveld, Sociaal Tiel, die zei het al. We moeten meer en vaker en beter gaan luisteren. Daar zijn we het van harte mee eens. Dat heeft gevolgen voor de politieke taken zoals wij gewend zijn die uit te voeren. Kanteling bijvoorbeeld is durven loslaten, is kansen bieden, maar is ook de burger volgen, is ook risico nemen, maar zaken kunnen mislukken. De wielerbaan echter is een goed voorbeeld van zeer geslaagde burgerparticipatie, want binnenkort gaat daar de schep de grond in. De ontwikkelingen staan niet stil. De zaken van de burger worden straks geregeld middels platforms. Groepen mensen die zich organiseren op fora en van daaruit voorstellen zullen doen aan politiek en bestuur. Dit gaat grote gevolgen hebben voor politiek-bestuurlijke processen. Futurologen zoals Wim de Ridder en Paul Ostendorf die doen daar razend interessante uitspraken over op dit moment en is zeker interessant om daar eens naar te googlen. Nu ligt er nog een leuk bedrag op de plank dat middels het coalitieakkoord bestemd is voor burgerparticipatie. D66 vraagt het college naar de stand van zaken rond de uitvoering hiervan. Een onderzoek naar vergadermodellen en naar participatie in algemene zin past wat ons betreft bij deze uitvoeringstaak. In het presidium is een raadswerkgroep voorgesteld dat wat voorwerk verricht over vergadermodellen. Een beetje rondkijken bij processen in andere steden, hier en daar eens wat bellen, overleg met de griffier of burgemeester, liefst rond etenstijd. D66 wil graag aan de slag met die genoemde raadswerkgroep. Dan de pilots openbaar vervoer. Wanneer we niet meegaan met die pilots, riskeren we een kaalslag in het openbaar vervoer. Juist voor onze regio, met enige afstand tussen dorpen en woonkernen, is bereikbaarheid van groot belang. Met een groeiend aantal ouderen moet deze voorziening in stand blijven. Wanneer we participeren in de pilots openbaar vervoer, betekent dit dat we aan tafel dus in gesprek blijven met de provincie. De Partij van de Arbeid heeft hiervoor een amendement opgesteld dat wij van harte zullen steunen. In het proces van overdracht van de woonwagenlocaties naar de woningcorporaties vindt D66 het belangrijk om in ieder geval komend jaar nog gebruik te kunnen maken van de woonconsulent voor woonwagenbewoners. Zonder woonconsulent laten we steken vallen wellicht in de vroegtijdige signalering van eventuele problemen en kan bij de corporaties de indruk ontstaan dat de gemeente de handen ervan aftrekt. Daarbij heeft die woonconsulent goede diensten bewezen in sociale ondersteuning van de doelgroep. Het normalisatiebeleid van woonwagenlocaties heeft goed gewerkt, dus nu nog even de puntjes op de i en we zullen daarvoor een amendement indienen. Dan het minimabeleid. Daarvoor is wat D66 betreft echt prioriteit vereist. Het geld is er, maar het beleid laat echt te lang op zich wachten. Tiel kan hier accenten leggen en veel extra's betekenen voor de jeugd, bijvoorbeeld via het kindpakket en mensen die gebruik maken van de voedselbank. D66 vraagt het college wanneer de raad een eerste beleidsvoorstel tegemoet kan zien, al was er maar vast een marsroute uitgezet. Dat is een beetje een retorische vraag, want we hebben natuurlijk gezien dat het op de commissie samenleving geagendeerd is. Ja, laat mij ook een keer iets voor de bühne doen. Wat de regio betreft, met een eigen voorzitter en een collegelid in het algemeen bestuur van de regio Rivierenland, moet er op diverse terreinen nu vooruitgang geboekt kunnen worden. Tiel krijgt wat meer armslag om de regiofuncties beter voor het voetlicht te brengen. Bovendien kan Tiel nog beter laten zien dat het kan verbinden en ten dienste van die regio kan staan. Het regionaal investeringsfonds lijkt ons een uitstekende aanjager voor ontwikkelingen op regionaal gebied. Voor het bedrijfsleven, voor werkgelegenheid, maar ook voor toerisme. En het brengt regiopartners dichter bij elkaar en niet te onderschatten positief neveneffect. Zo wordt de regio een stuk democratischer zonder het zelf in de gaten te hebben. Voorzitter, ik ga afronden, nog een klein stukje. De aanpak van de Waalkade.
De Waalkade is gezichtsbepalend, is al gememoreerd vanavond, voor onze stad. Met de komst van het cultuurcentrum ontstaat de mogelijkheid om deze plek interessanter te maken. In de commissie zijn hiervoor al plannen langsgekomen. D66 ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijk gebied op deze mooie plek in Tiel. We ondersteunen dan ook het amendement van Partij van de Burgers en de VVD hierbij. En ik zie nu dat ik eigenlijk voor het eerst in bijna 6 jaar niks over cultuur heb gezegd. Terwijl dat toch het enige smeermiddel in de samenleving is. Ik had een heel mooi plaatje als laatste. Ik zal het u schetsen. Ik was in Brielle afgelopen weekend. De cultuurdag daar had wat raakvlakken met Hart van Tiel aan het doen is. Met Tiel Toont. Dus een klein verschil. Het is daar nog veel grootschaliger. Terwijl het stadje kleiner is. Op elke straathoek en elke huiskamer bijna. Elke kroeg, elk pleintje gebeurt iets. Dat was buitengewoon interessant. En eigenlijk had ik hierbij graag het compliment gemaakt, zal ik ook doen, aan onze binnenstadsmanager die keihard aan het werk is via Hart van Tiel om hier behoorlijke sprongen vooruit te maken. Zoals u gewend bent, van D66 zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Natuurlijk moeten we op onze portemonnee passen en blijven werken aan het realiseren van bezuinigingen. Dit vergt scherpe keuzes en die zijn voor ons als raadslid vaak lastig te maken. Maar nogmaals, kijk eens wat we allemaal hebben bereikt de afgelopen jaren. We krabbelen uit de crisis, het glas druppelt langzaam vol en D66 blijft met u bouwen aan vernieuwende en vertrouwenwekkende politiek. Wat willen mensen nog meer? Dank u wel.